keer. Met appels. Ik ga het even zo vasthouden. Kun je misschien beter zien. Mm-hmm. Ik hoop dat de camera het goed kan scherpstellen. Een groene appel en een rode appel. Let op. Want ze verkleuren namelijk. Nou, ze verspringen namelijk van plek. Nu zit hier de rode appel en daar de groene appel. Let op nog een keer. En nu zit hier weer de groene appel en daar de rode appel. Ik vind het een wereldtruc. Dus kun je gewoon blijven herhalen ook. Ja. Niet echt dat je zegt wauw natuurlijk. Er zijn natuurlijk mensen, logisch ook, die denken dat die groene bijvoorbeeld aan de achterkant rood is. Dat zou natuurlijk kunnen dat je dat denkt, toch? Ja. Dat kan, maar dan zou je nooit bijvoorbeeld een blauwe appel hebben, toch? Dat is niet logisch. Nee. Die blauwe appel was er net niet. Laat staan dat je bijvoorbeeld een paarse appel zou hebben, want die was er net ook niet. Laat staan dat die appels aan de andere kant bijvoorbeeld nog voorzien zijn van wormpjes. Hier heb je een witte appel met wormpjes, daar heb je een gele appel met wormpjes. Dat is toch allemaal heel, heel vreemd eigenlijk, zie je? Dan heb je deze appels. Nou, dit is de chameleon appel. Chameleon apple. Kost, ik dacht 24,95. Ja, lijkt een beetje op de zwart-wit met de pokerfiches. Ja. Color Deception. Op dit moment is hij even uitverkocht toevallig. Dat had ik hem als vergelijker bijgepakt. Ja. En misschien leuker als verhaaltje voor kinderen. Hm. Dus de chameleon apple.